vandaag 16 november. En vandaag gaan we winterbanden eronder doen. Die hebben we net vanmorgen opgehaald. Eentje zit er al op. Wil niet, hè? Kerstversiering en Sinterklaasversiering bij elkaar. Kan allemaal. Echt Hollandse huisjes. Tussen 1 december en 1 maart is het verplicht om tijdens winterse omstandigheden winterbanden te gebruiken. Dus we waren mooi op tijd. Dit zijn dus winterbanden zonder spikes. Express, maar dit zijn wel hele goede. We hebben bewust voor geen spikes gekozen, omdat we elk moment naar Nederland willen kunnen. Bij spoed of iets anders. En buiten Zweden mag je niet met spikes op de openbare weg. Wat is er nou zo bijzonder aan deze banden? Ze kunnen beter tegen kou, worden ze minder hard dan zomerbanden. Dan slijten ze heel hard. En als ze hard zijn, vormen ze niet naar het wegdek. Dan hebben ze geen grip. Ja. En met spikes dan is het eigenlijk dat hij ja, echt een pen de ondergrond indrukt. En deze is puur op weerstand, frictie. Ja. Dat is het verschil een beetje. Tja. Okidokie. Kijk nou, Peter is 6 jaar, maar ziet direct dat er andere banden eronder zitten. We hebben een hondenrek gekocht in de auto. Daar kan Fien ook veilig mee. En hij kan ook Nederlands. Hij kan Nederlands. Veelzijdig honden cargo scherm uit staaldraad. Ja. Fantastisch. Nou, openmaken nou maar. Uh-oh. Het is een bouwpakket. Moeten we nog in elkaar lassen? Ik ben er bang voor. Gelukkig heb ik een lasapparaat. Moet in de auto. Punt. Ja, ja. Dus. Kijk over je schouder mee, hoor. Kunnen. Toch?
geen idee. Ik ook niet. Doe ik maar wat. Heb je goed naar de tekening gekeken? Ja. Daar word ik een heel stuk wijzer van. Goedemorgen. 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 En dan heb je een beetje gepast geweld, zullen we maar zeggen? Ja, precies. Met gepast geweld werkt alles. Boep. Hier is het tussen. Hier. Ik hoor respect. Hè? Huh? Ik hoor respect. Hoe je? Nee. Ergens daar. Klopt iemand aan? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Nee. Jo, niet er eerder uithalen dan we verkopen. Nee, want hij kon hier tegen. Ja, dat begrijp ik. Dan kun je niet halverwege hier ook al vastmaken. Hij wel, maar niet volgens de constructiebeschrijving, hè? Ja, maar dat is niet leiden bij ons. Ja, wel met een lange ei. Ja, die kan wel zo. In het gebouw is het er mee vast, zeg maar. Bedraling niet mis. Kijk man. Mooi man. Dan moet het hier hetzelfde, denk ik. Als mijn lieftallige assistente even naar de andere kant loopt, pas op voor je vingers. Anders zit je eraan vast. Letterlijk. Zo. Zo. Snip, snap. Even de uiteindjes eraf. Dat je daar goed in kunt steken. Zo. Oh, perfecto. Ik voel me wel een beetje opgesloten nu. Oh. Yeah. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar vandaag is voor het eerst sneeuw gevallen. Omdat het vannacht gaat vriezen, gaan we dit raam isoleren. Dit is een enkel glas. Terwijl eigenlijk het hele huis is dubbel. Misschien wel oud, maar het is in ieder geval dubbel. Maar dit raam is enkel. Dus dan gaan we dat doen. Nou, dit wordt dus een nieuw raam. Een plexiglas. ...120 cm bij 75. Dan gaan we op maat maken. Hier plakt ik tochtstrips langs het raam, zodat er zo min mogelijk kou langs kan komen. Hey, happy.
Tja, helaas gaat er ook wel eens bij ons iets mis. We waren te zuinig geweest met het plexiglas, waardoor er een barst in gekomen is.